Welkom bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Ik ga het vandaag hebben over paragraaf 22 van de UWV 2012. Dat ziet op garanties voor een onderdeel van het werk dat door de aannemer is gerealiseerd. En deze specifieke bijdrage ga ik op het vierde lid van deze paragraaf. En dat is een belangrijke bepaling, want een onjuiste toepassing van deze bepaling of onjuist begrip hiervan kan leiden tot vervelende situaties. Mij is gevraagd de letterlijke tekst van de paragraaf ook voor te lezen, dus dat zal ik doen. In het vierde lid van paragraaf 22 staat: een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het bestek genoemde periode. Wat betekent deze paragraaf? Ja, dit betekent dat als je in het bestek of in de overeenkomst niets hierover opneemt, dan kan het maar zo gebeuren dat een garantietermijn al afloopt voordat het werk in zijn geheel is opgeleverd. Ik zal het even illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een appartementencomplex wordt gebouwd met een kelder. Dan wordt in de regel die kelder als eerste gerealiseerd. En stel nou dat er garantie wordt gegeven op bepaalde onderdelen, bouwstoffen die in de kelder worden toegepast. En daarvoor is in het bestek voorgeschreven dat een garantietermijn geldt van 1 jaar. Stel nou dat die kelder op een gegeven moment klaar is, die bouwstoffen zijn toegepast en vervolgens duurt het nog 2 jaar voordat de verdiepingen daarbovenop worden gerealiseerd. Dan begint die garantietermijn dus te lopen zodra de kelder gereed is. En die garantietermijn van 1 jaar, als dat is overeengekomen, die loopt dan al af voordat de rest van het bouwwerk gereed is. En dat wil je als opdrachtgever natuurlijk niet. Dus let erop dat je in het bestek of in de overeenkomst in ieder geval opneemt dat de garantie pas ingaat zodra het gehele werk is opgeleverd. En wat is verder van belang? Er moet geklaagd worden binnen de termijn waarvoor de garantie is verleend. Dat is een vereiste. Maar je hoeft niet binnen die termijn een procedure te starten. Anders gezegd, er is geen sprake van een vervaltermijn. Alleen binnen de termijn dus de melding. Let op, ben je er dan als je binnen de termijn hebt geklaagd? Nee, dat is niet het geval, want we hebben daarna natuurlijk nog wel de verjaringstermijn. Normale verjaringstermijn van artikel 7761 van het burgerlijk wetboek. Waarin staat dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van 2 jaren na protest van de opdrachtgever. Dat protest dat kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, dat maakt verder niet uit. Maar weer vanuit bewijsrechtelijk oogpunt is het slim om dat schriftelijk te doen of per e-mail. Maar wat wel van belang is, het stuiten uiteraard moet op grond van artikel 317 van het burgerlijk wetboek wel schriftelijk gebeuren. Nou, dat is eigenlijk voor wat betreft de inhoud. Jurisprudentie over dit artikel. Dus eigenlijk deze zomer vond ik wel een aardige uitspraak verschenen. Een uitspraak van de Raad voor Arbitrage van 15 juni 2022, nummer 37251. Wat was hier aan de hand? Een aannemer heeft voor een opdrachtgever een luxe villa gerealiseerd met een mooi zwembad in de kelder. Het zwembad en de woning zijn verder voorzien van diverse vloertegels, mooie vloertegels. Die woning is in 2012 opgeleverd en in 2014 beklaagt de opdrachtgever zich bij de aannemer over gebreken aan de tegels, aan de vloertegels. En dat geldt dan zowel voor de tegels bij het zwembad in de kelder als voor de vloertegels op de begane grond. En op die vloertegels heeft de aannemer 5 jaar garantie verleend. Nou, vervolgens vinden er ook herstelwerkzaamheden plaats in 2014, dus vrij kort na die klacht. Maar dat gebeurt alleen bij de zwembadtegels. Dat gebeurt niet bij de tegels op de begane grond. Daar vindt alleen een klein beetje plaatselijk herstel plaats, omdat wat sprake zou zijn van holklinkende tegels. Nou, uiteindelijk komen partijen er niet uit, leidt tot een procedure bij de Raad van Arbitrage. En dan wordt een beroep gedaan door de opdrachtgever op de verstrekte garantie. En die arbiter die gaat het dan afpellen. Wat is hier gebeurd? Nou, 2012 opgeleverd, 5 jaar garantie. In 2014 is geklaagd over deze tegels. Maar toen is dus ook die termijn gaan lopen, die verjaringstermijn. En dan kijkt de arbiter en die zegt, ja, er is wel geklaagd in 2014 over die tegels op de begane grondvloer. Toen is dus die verjaringstermijn gaan lopen. Daarna had je op grond van artikel 7761 binnen 2 jaar die termijn moeten stuiten. En dat is niet gebeurd. En waar leidt het dan toe volgens deze aannemer? Ja, je hebt niet tijdig deze termijn gestuit, dus is het verjaard. En dus wordt deze opdrachtgever niet ontvankelijk verklaard ten aanzien van deze vordering. Nou, dat is natuurlijk voor de opdrachtgever een ongewenste uitkomst. Maar die had dus gewoon beter op moeten letten en zijn termijnen moeten stuiten. Dan nog enkele tips hierover. In de eerste plaats dus, dat spreekt eigenlijk voor zich wat ik hiervoor heb gezegd. Zorg ervoor dat in het bestek of in de overeenkomst duidelijk wordt opgenomen dat garanties pas gaan lopen na oplevering van het werk. En daarnaast een tweede tip. Heb je eenmaal een beroep gedaan op een garantie, let dan op dat je er nog niet bent. Dat je daarna binnen 2 jaar dus een verjaringstermijn om je oren kunt krijgen.
als je deze termijn niet tijdig schriftelijk stuit. En wil je het dan echt goed doen ook in je administratie, dan maak je even een reminder voor 2 jaar na de datum van de melding die je hebt gedaan, zodat je dat inderdaad tijdig schriftelijk kunt stuiten, zodat je aanspraak op de garantie niet verloren gaat. Bedankt voor het kijken.